avond is gevallen, de lichten zijn al aan. Ik loop hier in het donkere te dwalen, want ik heb een tip gekregen van iemand. En die zei tegen mij, je moet die kant is Rosmalen, natuurlijk ook onze eigen regio. We zijn aan het dwalen door de gemeente Sertogenbosch, door de gemeente Den Bosch. Van vooraf aan kom je in het dorp Rosmalen uit over de, ja, wat is het, de Kruisstraat hier. Als ik hier bij de kruising rechts ga, dan ben ik daar bij het industrieterrein van de Kruisstraat. Maar op die kruising, zeggen ze, daar moet je eens naartoe gaan, want die komen met een nieuw concept. Dat is deze zaak hier. Dat is het ambachtelijke restaurant Pan en Koek. Ja, een geweldige zaak. En als ik dan zo aan de buitenkant sta te kijken, dan heb ik zo'n beetje het idee van de zwavelstokjes. Buiten is het koud en binnen zitten de mensen lekker verwarmd, heerlijk te eten bij de allerlekkerste gerechten die je maar kunt bedenken. En hij heeft een nieuw concept, heeft hij bedacht. En dat is, ja, het is gebaseerd op tapas, de kleine hapjes. Het is een onderdeel van zijn kaart. Je hebt, ik weet niet of de mensen thuis weten wat steppengras is, maar hij noemt het hier Brabants gras. Het zijn hele dunne kleine frietjes, een grote berg die je over een stukje vlees of vis doet. De pan en koekjes, ja, die zijn natuurlijk ook op die tapaskaart, dus voor de kinderen is het super ideaal. En waarom ben ik hier nou naartoe gegaan om te dwalen door een bos? Dat heeft alles te maken met het feit dat ik een hit voel aankomen. Als je naar de radio luistert, dan weet je ook heel snel van, dat is een mooi liedje, dat gaat een hit worden. Die komt ergens in de top 10 of misschien wel in de top 3 van de hitparaden terecht. Ik denk dat deze zaak met het format dat hij gaat doen, Dennis Pol, dat het een hit gaat worden. En ik roep jullie op van, hey, als je mee wilt profiteren van die hit, ja, dan moet je ervoor zorgen dat je in ieder geval nu gaat kijken, maar ook niet te lang moet wachten met reserveren. Want uiteindelijk gaat die agenda, die bespreekagenda om hier te kunnen reserveren, die gaat vollopen. Daar ben ik heilig van overtuigd. Het is een prachtige zaak. Super ambiance. Hartstikke gezellig. En het is lekker warm. Kom even mee naar binnen. Ik ga eventjes... Dennis, daar is hij. Ja, ik zie hem staan. Leuk. Oh, kom binnen. Dennis. Hi. Ik heb hele goede verhalen gehoord. Echt waar? Mag ik eerst even met jou een kopje koffie drinken om te vertellen waar het over gaat? Ja, en dan wil ik je dadelijk even spreken over hetgeen wat je hier doet. Nou, gaan we doen. Dankjewel. Oké. Okay. Dennis Pol, eigenaar van ambachtelijk restaurant Pan en Koek. Wat een prachtige exploitatie heb jij hier. Ja, dankjewel. Hoe lang zit je er al? Ik zit hier nu 7,5 jaar. En hard werken. En het is heel hard werken, ja. Zeg, ik ben gewoon zelfs 's avonds komen dwalen, want ik heb eigenlijk heel veel van jouw beroemde exploitatie gehoord. En daar wil ik straks van alles ook van proberen. Maar er is iets nieuws. Je hebt sinds nu, dacht ik een week, ben je met een soort tapas concept begonnen. Ja. Dat klopt. Wij zijn afgelopen woensdag 18 november zijn wij met een tapaskaart begonnen. En je moet het eigenlijk zo zien dat het een proefreis van de huidige kaart. En het voordeel is dat heel veel mensen die hier komen nu zeg maar alles kunnen proeven wat ze willen. En voorheen was het echt dat ze één pannenkoek opaten en dat was het dan. En nu kunnen ze van alles proeven. Ja, het is toch iets anders dan gewoon een traditioneel tapasrestaurant. Want ik ben namelijk met één ding ben ik heel erg blij. Jij noemt het Brabants gras. In België noemen ze het steppengras. Dat zijn die hele dunne frietjes. Dat is een keuze, want ik ga hem zo meteen nog doornemen, hoor, die kaart. Maar de kinderen kunnen lekkere pannenkoeken eten. Zitten de starters daar ook in? Ja, starters zitten er ook in. Dus gewoon onze kleine carpaccio, onze mozzarella, vitelle tonnato. Allemaal in het klein. Klein tomatensoepje, seizoenssoepje. Dan hebben we pannenkoekjes bijvoorbeeld met pulled pork, pannenkoekje met zalm. Daarnaast hebben we Brabants gras met kip kajoen, saté, tuna dough. Voor de kinderen natuurlijk frikandelletje knakworstje en de kipnuggets. En er wordt dan een zakje Brabants gras, steppengras voorheen, bijgeserveerd. En dan hebben we nog de nagerechtjes, ook allemaal in het klein. Ja, ik heb gehoord, Dennis, dat het hier in het weekend goed vertoeven is, echt vol is. En dat betekent eigenlijk dat, ja, ik heb die kaart al gezien, dat het straks door de week hier nogal eens ja, vol zou kunnen zitten. Dus moeten de mensen uiteindelijk gaan reserveren straks? Nu is reserveren ook noodzakelijk, zeg maar, in het weekend.
En door de week, ja, ik zou het altijd aanraden. En ik denk wat we nu gaan doen, zeg maar, dat het echt in een vogelvlucht, zeg maar, vol gaat zitten. Ja, want waarom heb jij ervoor gekozen om die kaart, zal ik maar zeggen, in kleine stukjes in te delen, zodat iedereen kan proeven wat er op de huidige kaart staat? Jouw speelhoek is weggemoeten, want daar staat nou een open keuken. Ja, dat klopt. Ik heb ervoor gekozen omdat de mensen die hier kwamen, die kunnen eigenlijk maar één pannenkoek op. En die willen toch iets anders proeven of proberen. En de mensen hebben thuis al het idee wat ze hier gaan eten. En ja, nu hebben ze de keuze. Even voor de duidelijkheid, de pannenkoeken komen niet uit een cellofaantje, hè? Die zitten echt in de pan, hebben jullie? Ja, bij ons worden ze echt nog gewoon op de ambachtelijke manier gebakken. Gewoon in de pan, zodat je de krokante van de pannenkoek goed proeft. En het is echt een heel groot verschil, hoor. Of je nou met de carousel bakt of met de pan. En wij doen het echt nog gewoon traditioneel met de pan. Pan en koek. Pan en koek. Zeg, je bent nu op dinsdag gesloten, maar het is niet uitgesloten als er straks een sneltreinvaart neemt, dat je gewoon bijna genoodgedwongen die dinsdag open moet gooien. Dat klopt. En ja, we weten het nog niet, want het is allemaal nog afwachten. Maar ik denk wel, als het goed gaat, dat we de dinsdag erbij nemen. En ja, ik hoop dat... Ik vind het wel bescheiden, hoor. Hey, als ik die kaart zie, Dennis, dit gaat stormlopen. Dat kan niet anders. Ja, ja, ik hoop het. Ik weet het niet. Ja. Dennis, het is hard werken. Dat betekent weinig tijd voor privé. Bedrijf, leid je dat alleen? Ik leid alleen. Alleen gelukkig hebben wij natuurlijk heel goed personeel hier. We zijn hier met 24 personen. 24? 24 personen, maar niet allemaal fulltimers, hoor. Het is allemaal... Niet allemaal tegelijk? En niet allemaal tegelijk. Nee, we staan bijvoorbeeld op zondagen staan we hier met 10 mensen. En op zaterdagen staan we hier met 8 mensen. En ja, ik heb echt geluk met het personeel dat we hebben. Ja, ben je tevreden over je zaak? Of zijn er nog dingen die je in de toekomst... zijn er nog wensen? Nee, ja, op het moment zoals het nu is, zeg maar, ben ik heel tevreden. Ook het uiterlijk en het aanzicht van de zaak. Vind ik zelf heel mooi. Dit is ook echt mijn stijl, dit. Dit ben ik. En ja, we gaan zo door. Hoe zit het met de parkeergelegenheid in de buurt? Parkeergelegenheid hier in de buurt gratis. Je kunt hier gewoon recht voor de deur parkeren zonder iets te hoeven te betalen. En in een loopafstand. Helemaal top. Ja, Dennis, het rest mij gewoon dat ik even een stoeltje pak. Ik ben aan het lijnen. Maar ik ben wel bereid om even een paar kleine stukjes eruit te halen. En ik ga toch eventjes met de kijker even individueel jouw nieuwe tapasformule doornemen. Ja. Tot zover wil ik jou bedanken. En ja, voor steppengras, ja, ik noem het steeds steppengras, maar het is Brabants gras, moest ik altijd 1,50 km rijden. En ik ben over 3 weken klaar met lijnen. En ik ben de eerste wat ik naartoe ga om lekker te eten. Ja, nou, ik hoop het. Ja, dankjewel. Ja, zometeen krijgt dat Brabants gras, dat is als je het niet kent, het is voorheen heette het dan steppengras, echt uit België komt het. Hele dunne frietjes, een grote berg, daaronder ligt dan het stukje vlees of het stukje vis. En voor de kinderen misschien een frikandelletje of een knakworst. Maar ik wil toch eens eventjes die tapaskaart, dat meteen de placemat is, eventjes met jullie doornemen. Je stipt dat steeds aan. Een wit rondje. En dan weet je, als je dat inkleurt, dat je dat al een keer geproefd hebt, dat je dat al gehad hebt. Nou, om mee te beginnen, ja, Toscaans tomatensoepje, Serrano ham meloen, garnalencocktail, carpaccio van ossehaas, mozzarella spiesjes, seizoens